Voorzitter, 6 op de 10 huishoudens in ons land verkeert in financiële problemen. En dat is heftig. Dat gaat om miljoenen mensen, miljoenen gezinnen, die elke maand opnieuw moeilijke keuzes moeten maken. Keuzes die gaan bijvoorbeeld over, kunnen we nog wel genoeg boodschappen doen voor het hele gezin? Hebben we genoeg geld om de huur te betalen? Kunnen de kinderen nog op een sportvereniging blijven of moeten ze eraf omdat de rekeningen blijven opstapelen? Ondertussen krimpt bij deze mensen het spaargeld als dat er al was. En als klap op de vuurpijl krijgen al deze mensen nu te horen dat de komende jaren de zorgpremie kan oplopen tot wel 175 euro per maand. 175 euro per maand. En voorzitter, morgen zijn er verkiezingen en heel veel mensen vragen zich misschien af, heeft het zin om te stemmen? Ja, dit is natuurlijk de reden om morgen te gaan stemmen. Dit kabinet maakt dit soort problemen namelijk erger. De kosten van de zorg zijn voor de mensen niet meer te betalen. En ik heb voor deze minister, deze staatssecretaris, eigenlijk maar 2 vragen. Wat gaat hij doen om die almaar stijgende kostenstijgingen van de zorgpremie te stoppen? En wat gaat hij doen om de zorg betaalbaar te houden voor alle Nederlanders? Het woord is aan de staatssecretaris. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, ik sta hier vandaag als vervanger van minister Kuipers. Die is vandaag in Brussel, dus vandaar dat ik hier ben om deze antwoorden te geven. Zoals de minister al heeft gezegd, verwacht ik ook dat de zorgkosten inderdaad zullen stijgen. Maar ik en ook de minister willen niet vooruitlopen op eventuele premiestijgingen. Hoe hoog de premiestijgingen voor de komende jaren zullen zijn en welke ontwikkeling zich daarin zal voordoen, is nog onzeker. De Telegraaf gaat uit van de raming van het CPB voor 2027, waarin het CPB de verwachting heeft meegenomen dat de lonen de komende jaren zullen toenemen, waardoor de zorguitgaven zullen stijgen. Maar ook in deze raming zitten nog diverse onzekerheden voor de toekomst. De stijging van de zorguitgaven is een onderwerp waar de ministers moet ik zeggen, en ikzelf ook, veel aandacht aan besteden. Met de diverse zorgakkoorden die we sluiten. En het toont eigenlijk aan de noodzaak van die zorgakkoorden. Het Integraal Zorgakkoord, het WOZO en natuurlijk ook het GALA, het Gezond en Actief Levenakkoord. En zoals ook de minister aangeeft, is het essentieel dat de zorg toegankelijk blijft. De zorgtoeslag die zorgt ervoor dat de premie ook voor lage inkomens betaalbaar blijft, doordat zij automatisch voor de premiestijging compenseert. Tot zover, voorzitter. De heer Henk. Voorzitter, miljoenen Nederlanders die krijgen helemaal geen zorgtoeslag. De zorgtoeslag die eindigt al heel erg snel. En als jij een modaal inkomen hebt, dan krijg je helemaal geen zorgtoeslag. En voor de groep die daaronder zit, die eigenlijk al te weinig verdient überhaupt om rond te komen, is de zorgtoeslag vaak een paar tientjes. Dus die mensen hebben helemaal niks aan de maatregelen die dit kabinet heeft genomen of nog wil gaan nemen. En als de staatssecretaris het dan heeft over de akkoorden die worden gesloten of de maatregelen die het kabinet neemt in de zorg, die gaan er niet voor zorgen dat de kosten omlaag gaan. Het kabinet wil namelijk niks doen, de staatssecretaris wil namelijk niks doen aan het geldverslindende systeem van marktwerking, concurrentie en winsten dat doelbewust in de zorg is ingevoerd. Niet onze zorg is te duur. Ons zorgstelsel is te duur. Winst maken is heel normaal geworden in de zorg. En dat is niet iets natuurlijks, dat is iets wat onder 12 jaar Mark Rutte moedwillig is aangemoedigd. Is de staatssecretaris bereid, als zij de zorgkosten in de hand houden zo belangrijk vindt, om dan ook daarna te gaan kijken? Hoe die winsten uit de zorg kunnen worden gehaald? Hoe productie draaien, wat op zoveel plekken in de ziekenhuizen heel normaal is, hoe dat gestopt kan worden? En kom dan nog eens terug met hoe duur de zorg daadwerkelijk gaat worden, zou ik zeggen. Want als we kijken naar waar worden de kosten in de zorg gemaakt, dan is dat niet bij de lonen van de zorgmedewerkers. Die staken niet voor niks, omdat de lonen veel te laag zijn in de zorg. Daarom staken ze deze week. Dus daar zit hem de kostenpost niet. De kostenpost zit hem in een systeem dat de afgelopen jaren is opgericht onder leiding van de VVD en waar andere partijen heel enthousiast aan hebben meegewerkt. Dus ik wil de staatssecretaris graag vragen, is hij bereid om die winsten, de concurrentie en de marktwerking uit de zorg te slopen om de zorg betaalbaar te houden? Staatssecretaris. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn wel heel snel beland van de premiestijging en de ontwikkelingen daarop en de potentiële ontwikkeling nu bij concurrentie in de zorg en ook bij de kritiek op het zorgstelsel dat we kennen van de heer Heijink. En volgens mij kent u ook de reactie van het kabinet daarop. Namelijk dat op een aantal onderwerpen inderdaad het kabinet ziet dat er sprake is van doorgeschoten marktwerking. Ik heb dat zelf ook heel
nadrukkelijk benoemd als een van de onderwerpen binnen de jeugdzorg bijvoorbeeld, waar we aan aandacht aan moeten besteden. En op een aantal andere onderwerpen is dat minder problematisch. Dus daar zitten echt verschillen in als je kijkt naar de verschillende zorgonderdelen die het VWS-domein bestiert. Maar ook daar zou ik ook nog willen noemen de wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders, de WIPS, waar minister Connie Helder mee bezig is. Zal ook juist op die punten die meneer Heijn natuurlijk niet in de volle breedte die hij graag zou willen zien, maar zal wel op een aantal kritische punten daarvan ook ingaan. Heer Henk. Kijk, voorzitter, van de vele miljarden die er jaarlijks naar de zorg gaan, gaan er miljarden naar de winsten van de farmaceutische industrie bijvoorbeeld, of van de fabrikanten van medische hulpmiddelen. Er gaan miljarden over de balk aan bureaucratie. Als je in een GGZ werkt, zorgverleners in een GGZ zijn 2 van de 5 dagen bezig met het invullen van onzinnige papieren die opgelegd worden vanuit de zorgverzekeraars, wat dus een onderdeel is van de bureaucratie van de markt die in de zorg is ingevoerd. De staatssecretaris gaat over de jeugdzorg. En de jeugdzorg is het een verdienmodel geworden. Daar poppen bedrijfjes op die winst mogen maken. En die allemaal willen mee eten uit de ruif. Omdat zij zien dat er geld verdiend kan worden aan de zorg. En dat gebeurt op heel veel plekken. De ouderenzorg, commerciële ouderenzorg. Het is een verdienmodel geworden. Dus waarom pakt het kabinet dat eerst niet aan voordat zij naar de mensen thuis toe gaan om te zeggen, u moet nog maar meer gaan betalen voor de zorg? De staatssecretaris. Nou, voorzitter, nogmaals, ik zou willen benadrukken dat het hier gaat om een verwachting die het CPB heeft geraamd. En het gaat dus niet om een kabinetsbeleid of een kabinetskeuze of zelfs niet van een kabinetsverwachting voor de ontwikkeling van de zorgpremie de komende jaren. Dat wachten we af. Alleen, ik zeg hier wel, inderdaad, het is de verwachting dat de zorgkosten zullen stijgen. Dat heeft allerlei redenen, goede redenen en minder goede redenen. En een van die goede redenen is onder andere dat de lonen ook stijgen in de zorg. Dat is een goede reden dat de zorgkosten stijgen. Maar er zijn inderdaad ook redenen waar we alert op moeten zijn. En ik noemde al een aantal onderwerpen op waar het kabinet dan ook maatregelen op treft. Heer Henk. Voorzitter, kijk, hoe wij de zorgkosten in ons land betalen is uiteindelijk een politieke afweging. Ik heb gisteren namens de SP een wetsvoorstel ingediend. Een consultatie gedaan over het afschaffen van het eigen risico. En je kunt keuzes maken die goed uitpakken voor de mensen thuis. Die de zorgkosten betaalbaar houden voor de mensen thuis. Dat kan als je het eigen risico afschaft. Maar dat kan dus ook als we de zorgpremie in ieder geval nu bevriezen. En als het aan de SP ligt, steeds verder gaan verlagen. Betaal de zorg maar op een eerlijke manier. Waarom betalen de grootste bedrijven amper mee aan onze zorg? Waarom betalen mensen met enorme vermogens amper mee aan onze zorg? Je kunt echt wel andere keuzes maken. Alleen je moet het wel het politieke lef hebben om dat te doen. Daar gaan wat mij betreft de verkiezingen mogen over, voorzitter. En ik zou het heel verstandig vinden als ook de staatssecretaris zich meer rekenschap zou geven van die enorme problemen die mensen thuis hebben. En dat maatregelen nu genomen moeten worden, omdat er anders inderdaad die 1 miljoen mensen krijgen die volgend jaar in de armoede belanden.